Ik ben Gijs van Loef, wethouder in Blaricum. Portefeuille sociale zaken, WMO, welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg. Zeg maar de drie decentralisaties. Blaricum werkt met 8 andere gemeenten in het Gooi heel intensief samen bij de regionale beleidsontwikkeling WMO. Daarbij hebben wij een jaar geleden al, ook in nauw overleg met WMO-adviesraden uit de gemeente, met een regionale zeg maar, contourennota gemaakt, die vervolgens door alle gemeenten vertaald is naar een lokale meerjaren beleidsnota. Dat is 1. 2 is dat wij heel intensief samenwerken op een aantal specifieke trajecten, bijvoorbeeld inkoop WMO. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe aanbesteding gedaan voor collectief vervoer in de hele regio. Ook daar weer zijn de WMO-adviesraden bij betrokken. Dat betekent dat zeg maar, de cliënt van meet af aan heeft meegedacht bij zeg maar, het nadenken over van wat is nou precies, wat zijn de kwaliteitseisen waar het vervoer aan moet voldoen. Dat is gewoon via een reguliere Europese aanbesteding hebben wij dat in de markt gezet. Contracten zijn gesloten en we hebben nu een zeer hoogwaardige wijze van vervoer voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig te reizen. Dat is 1 voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat wij nu regionaal gaan wij de huishoudelijke hulp gaan aanbesteden. Ook dat weer in nauw overleg met de cliënten waar het om te doen is. Met andere woorden, wij trekken zowel op het gebied van zeg maar, de beleidsontwikkeling als concrete uitvoering van deeltaken, trekken wij gezamenlijk op. Laat onverlet dat wij allemaal ook onze eigen lokale verantwoordelijkheid hebben. We noemen dat de couleur lokaal. Dus iedere gemeente heeft ook zijn eigen specifieke dingen die hij zelf regelt. Denk aan het eigen sociaal-cultureel centrum. Denk aan eigen subsidies voor welzijnsorganisaties. Daar zitten grote verschillen in prioriteiten, et cetera. Wat ik daar ook nog over wil zeggen is dat we zeg maar dan ook nog nauw samenwerken met de gemeente Huizen. Die in Nederland een van de trekkers is geweest van de kanteling in de WMO, waar we nu allemaal de mond vol van hebben. De kanteling, wat in essentie inderdaad wil zeggen dat we de behoefte, de vraag van de cliënt centraal gaan stellen. En van daaruit samen met die cliënt zoeken naar passende oplossingen, passende compensatie voor zijn of haar beperking. Van aanbod naar vraag, heel ingewikkeld vraagstuk. Het wordt vertroebeld landelijk door de discussie over bezuinigingen. Want het is inderdaad waar dat we weten dat het beroep op voorzieningen en met name ook huishoudelijke hulp bijvoorbeeld zal alleen maar toenemen door de vergrijzing. Dus er is een financiële problematiek. Maar het is dus niet zo dat die kanteling in de WMO is ingegeven door de noodzaak om te moeten gaan bezuinigen. Dat is niet zo. Het is ingegeven vanuit het fundamentele besef dat de beste oplossingen gevonden worden door de mensen als het ware zelf te laten meedenken in het benoemen van die oplossing. Dat is vraagsturing. Ik rond af. Daar passen ook instrumenten bij als een persoonsgebonden budget en een persoonsvolgend budget. Laat onverlet dat het Rijk daarin bepaalde dingen wil beëindigen, PGB's. Maar juist in het Gooi willen we daarmee doorgaan. En dat kan ook vanuit die gedachte, daar waar die cliënt in staat is om zelf als het ware ook de oplossing te organiseren, bieden wij de cliënt als het ware het geld zelf aan en kan die dat dan zelf ook met dat geld inkopen. Nou, dit is even in een nutshell een aantal dingen die wij doen. En dat wilde ik graag even over het voetlicht brengen. Dit is natuurlijk een hele nuttige dag, omdat ik ben zelf onder de indruk van het aantal bezoekers, het aantal organisaties wat aanwezig is. Het betekent, je ontmoet elkaar, er worden contacten gelegd, er wordt kennis als het ware vanzelf uitgewisseld. Gedeputeerde heeft René ook een heel goede voortrekkersrol vervuld vanochtend. De heer Snabel heeft een fantastisch exposé gegeven. Laten we zeggen, ook vanuit internationaal perspectief. Dus ik denk dat het inhoudelijk en ook bestuurlijk goed is aangevlogen. En voor de rest ontmoeten mensen elkaar. Nu zijn er workshops en gaat dat als het ware aan vanzelf lopen. Dus complimenten voor de organisatie van